Verbaas me. Verras me. Dat zeg ik altijd tegen iedereen die met me wil samenwerken. Maar deze verbazing, daar had ik niet op gerekend. Deze verrassing, deze vernedering kan je beter zeggen, die had ik mezelf graag bespaard. Een kleine, gemene, doortrapte verrader. Dat vond ik hem toen ik hoorde dat Vaslav, mijn Vatsa, in Buenos Aires getrouwd was met Romola. Ik dacht dat ik gek werd. Een regelrechte klap in mijn gezicht. Wie verwachtte nou zoiets? Zoiets laags en gemeens. Ik denk nog zo vaak terug aan het eerste moment dat ik hem zag. Dat was in 1907, nu alweer 21 jaar geleden. Ik was 35 en hij was net 17 geworden. Mijn Vatsa. Zo lief, zo mooi. Zijn ogen, zijn vreemde, maar fantastische lichaam. Een eeuwig kind. Hij is alles voor me. Ik leef dankzij hem. Ik adem voor hem. Hij is mijn inspiratie bij alles wat ik doe. Het is een liefde die bijna pijn doet. Zo sterk. Ik ben niet bang om dood te gaan. Maar nu weet ik toch dat ik niet veel tijd meer heb. Dat voel ik gewoon. Die verdomde ziekte sloopt mijn lichaam en mijn geest. Er zijn tijden dat ik me geen raad weet van de pijn. En tegen die pijn is niks te doen, dus dan neem ik maar een goed glas en nog één en nog één. En dan gaat het wel weer, tijdelijk althans. Maar als ik mijn einde echt nabij voel, dan reis ik naar Venetië. De stad van mijn dromen. Om daar dood te gaan. En als dat niet mocht lukken, je weet tenslotte nooit waar je sterft. Dan wil ik toch op zijn minst daar begraven worden. Op dat prachtige eiland San Michele. De dodenakker. In 1913 voltooide Igor een ander belangwekkend stuk, Le Sacre du Printemps. Wat een pracht, wat een dynamiek, wat een vernieuwing. Het was ongehoord in wat Stravinsky ermee wilde. Hij verplaatste als het ware de primitieve aspecten van de oude Russische muziek naar het zogenaamd beschaafde orkest van deze tijd. Het sloeg in als een bom. Het leek alsof er een ware veldslag woedde na afloop van de voorstelling. Maar ik weet zeker dat dit zijn naam voor eeuwig vestigde, als Russisch componist. We zijn goede vrienden geworden. En altijd als ik praat over die begrafenis in Venetië, dan zegt hij dat hij naast mij begraven wil worden. Dat ontroert me. Is dat vriendschap of niet? Ik vraag me zo vaak af waarom ik het allemaal doe. Wat levert het me op? Wat kan ik eigenlijk alleen? Ik heb altijd anderen nodig gehad om mijn ideeën te verwezenlijken. En die anderen zijn wereldberoemd geworden. En ik weet zeker dat niemand zich mijn naam nog zal herinneren na mijn dood. Maar het is ook het mooiste geweest in mijn leven. Het creatieproces van elke voorstelling die we gemaakt hebben. Fantastisch. Als de mensen zich mij alleen maar zullen herinneren als de oprichter van Les Ballets Russes, dan is dat meer dan voldoende. Al het andere is bijzaak. En ineens, midden in zo'n vreemde dans, hield hij op, liep langzaam naar voren, keek het publiek aan en zei: "En nu is het kleine paardje moe." Hij stond daar nog een tijdje alsof hij een reactie verwachtte. Toen draaide hij zich om en liep het podium af. Het deed zo onbeschrijfelijk veel pijn dat moment. Vooral dat kleine paardje, dat leek een regelrechte aanval te zijn op mij, omdat ik hem zo af en toe eens noemde. Mijn lieve kleine paardje.
Ik heb genoeg lief gehad voor nog een heel leven. Maar als het alleen bij Nijinsky was gebleven, was dat meer dan voldoende geweest. Ik heb met hart en ziel van hem gehouden. En dat doe ik nog steeds. Ik vraag me zo vaak af hoe het zou zijn als ik nog eens voor hem zou zingen. Liederen van Fauré, daar hield hij van. Als ik dat deed in een hotelkamer, waar dan ook ter wereld, was hij in tranen. Altijd. Alleen al daaraan terug te kunnen denken, vervult me met grote gelukzaligheid en melancholie. À vous, on se croyait fidèle, cruel, mais hélas, les plus longs amours sont courts. Et je dis en quittant vos charmes, sans larmes, presque au moment de mon aveu. Adieu.